Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de Brielse cultuursector. Vanuit mijn portefeuille cultuur zie ik dat er ondanks beperkingen door het virus zeer mooie initiatieven zijn ontstaan. Zoals het initiatief van Stichting Kunst en Cultuur, waar je mee kan schrijven aan de geschiedenis van Brielen. Maar ook de livestream-uitzendingen vanuit het Brest Theater. En de actie Bewaar je ticket, geniet later. De afgelopen maanden ging de museumdeur online al op een kier. Door vrijwillige medewerkers zijn verhalen en video's gedeeld over plekken en objecten uit de Brielse musea. Ook is er dit jaar een positieve invulling aan de Kalknacht en de 1 april viering gegeven. Deze saamhorigheid laat zien waar Brielen echt voor staat. Wat ik wil meegeven aan onze inwoners van Brielen is dat het mooi is om te zien dat er ondanks de beperkingen creatieve oplossingen zijn gevonden. Het goud van Brielen zit in de cultuurhistorie en de mensen die zich hiervoor hard inzetten. Vaak vrijwillig en altijd met veel energie. Stapsgewijs komt er steeds meer ruimte voor het culturele leven en om onze mooie stad op de kaart te zetten. Ik wil iedereen die zich hiervoor inzet van harte bedanken.